Watch on. John. Hey, Freddy. Hey, kerel. Nou echt, ik weet het gewoon niet meer wat we moeten doen nu, want ik zweer het je. Elke keer als wij ook maar iets op het internet zetten, mensen die vinden altijd wel weer iets om ons weer gewoon kapot te maken, weet je wel. Oh ja, altijd. Ja hoor. Het is toch echt niet te geloven. Ik heb op Instagram, hè, we maken altijd leuke foto's van kinderen. Ja. Weet je wel, van mijn kind. En je zet het erop. Soms heb ik wel eens Ashley op de foto staan, zeg maar. Soms heb ik Valentine op de foto staan. Allebei hartstikke leuk. Ik zweer het je, nou hou ik haar dus zo vast, hè, op een foto. Dat heb je natuurlijk ook wel gezien. Ja, ja. En oh, je houdt dat te hard vast en dat soort dingen. Ik denk bij mezelf van, verdomme, hebben ze niks anders te doen of ja, zoiets? Ja, dat zijn van die neckbeards, weet je. Van die haters. Ja. Van die gore haters, jongen. Echt waar, het is niet te geloven. Ik hoef maar iets op het internet te doen. Ik heb fouten in het verleden gemaakt, dat geef ik eerlijk toe, maar iedereen die maakt fouten. Mensen ja. Die zijn gewoon maar op zoek om lekker te haten en om ons lekker af te zeiken en zo. Ik weet gewoon soms niet meer wat ik bedoel. Ik ben helemaal compleet radeloos. Gewoon lekker bannen allemaal, joh. Ja, gewoon inderdaad. En Ashley is helemaal over haar toeren en zo. En toch, mensen weten niet hoe moeilijk het is. Nee, want het is natuurlijk makkelijk om een beetje haat te spuien. Ja. En, jongen, hebben ze niks beters te doen overdag. Nou ja, goed, we moeten het maar weer allemaal slikken, want als wij er weer op reageren, zijn wij weer de slechterik. Oh, ja, en zo. Dan kunnen wij niet tegen kritiek. Sure, het is nooit goed, hè? Ja. Nou ja, goed, laten we maar even kijken hoe het gaat uitlopen. Ja, niet te veel over nadenken. Nee. Ja. Staat het erop? Ja. Oké, okay, mooi, gelukkig. Nou, hè. Domme, het zou ons werk zou een stuk makkelijker zijn als we dit gedonder niet hoeven. Nou, ik zeg dat wel. Sure. Echt waar, want. Maar goed, dit scheelt wel. We moeten dit doen, anders raken we al die fans kwijt die toch blind onze troep zitten te kijken. Dus ja, nee, inderdaad, je moet ze wel een beetje aan mij houden natuurlijk. Ja, chill, man, jongen. We moeten wel een beetje onze image behouden. Want als mensen gaan zien dat we. Want als mensen gaan zien dat we een beetje aan het bullshitten zijn, ja, dan raak je fans kwijt. Hè? Ja, precies. Dat wil je ook niet. Kijk, we geven hem gratis content, geef weer natuurlijk. Ja, toch? Zo is het ook. Ik bedoel, we geven ze gratis content, ze mogen best wel blij met ons zijn. Ja. Ja. Nou ja. Ach ja, hey. Hey, later, hè. Yo, hè. Ja? Ja. Hey, John. Hey, Freddy. Oké, zullen we dit even overnieuw doen? We moeten een beetje globaler overkomen, dit. Oké. Okay. Ja? Nee, goed. Kom op. Nou, ben je klaar voor? Ja hoor. Oké. Okay. John. Hey, Fredrik. John, hey. Nou, moet je nou eens horen wat er is gebeurd op het internet? Oh, joh. Ik zweer het je, we gaan naar een winkel toe, weet je wel. Ik film dat op, ik zet dat weer op Instagram, op YouTube, of weet ik veel wat. Ik zet het op, ik zet het op mijn hele social media. Ik ga met Valentina ga ik eventjes boodschappen doen, weet je wel. Gewoon even de winkel in, niks aan het handje. Wat gebeurt er nou dus? Zij pakt iets uit de schappen. Ze is nog jong, weet je wel. Ze snapt er helemaal niks van. Ze pakt het uit de schappen, neemt het per ongeluk mee. Oh ja, ze is een vuile dief en ze steelt. Je bent een slechte vader, slechte moeder en dat soort dingen. We hebben toch allemaal wel eens slechte dingen gedaan, toch? Nou ja, we hebben allemaal wel eens slechte dingen gedaan. Zij is nog jong en zij steelt het. En ik vind de kritieken gewoon onterecht en overdreven. We hebben allemaal wel eens domme dingen gedaan in het verleden. Dus ik vind dat mensen weer veel te hard zijn en weer veel te. Onacceptabel. Het is gewoon heel erg jammer, want wij maken gewoon leuke content voor die mensen. Hè? Het is ook niet te geloven hoeveel mensen ons erbij proberen te pakken om elk klein dingetje wat er gebeurt. Het is een beetje stevig gebeurd. Het is niks anders. Ik hoop dat mensen gewoon inzien dat het gewoon maar een qua jongensstreek is van een meisje, zeg maar dan. Maar goed, weet je wat boeien.
Nee, ik vind het niet terecht. Het gebeurt wel eens. Ik heb vroeger ook wel eens wat gestolen als kind. Dus, nou ja, goed, laat maar. Nou goed, we zien wel hoe het gaat dan, denk ik dan, hè? Ja, nee, inderdaad. Ja, goed, staat het erop nu? Ja. Goed. Ja. Godverdorie. Wat een gezeik, hé. Weet je, dit, ik word een keertje zat om dit gewoon te filmen de hele tijd. Ja. De hele tijd. Ik heb er ook een tijdje geen zin meer in. Ja. En mensen moeten echt elke op alles moeten ze weer wat zeiken. Dan moet ik weer damage control gaan doen. Het schiet ook echt niet op dit. Jongen. Ja, ik weet dat ik een soort van image moet laten zien van mijn pure familie. Maar ja, ik kan toch niet alles stoppen, toch? En trouwens, zit niet aan mijn kind, hè. Ze heeft wat gestolen. Maar weet je wat? Zulke dingen gebeuren. Dus fuck it. Hey, John. Hey, water, hè. Yo. Ja. Hey John. Hey Felix. Hey. Nou echt, wat er nou is gebeurd. Echt waar. Weet je, je hebt de hele dag heb je last van haters. De hele dag lopen ze aan je, de hele godganse dag lopen ze echt aan je kop te zeuren. Met van dit doe je verkeerd, haten, weet je wel, haten. Het kan niks kan, alles moet. Het is de constant, de hele dag zijn ze bezig om gewoon, elke uur van de dag krijgen we gewoon haatberichten binnen. Van die doet het niet goed, fuck you en weet ik veel en dat soort dingen. Mensen die negeren gewoon het feit dat wij aan goede doelen doneren. Fans helpen, mensen die het niet zo breed hebben en dergelijke. We doen één ding verkeerd en direct zitten mensen de volgende doorpijlen. Zitten ze gewoon. Wat gebeurde er dus vandaag? Ik was even gefrustreerd door al het haat die we constant krijgen op het internet en dat soort dingen. Dus ik geef mijn dochter, ik geef Valentina een corrigerende tikje. Een kleintje. Wat maakt het uit? Ik zweer het je. Het zijn kinderen. Dat kan John, niet. John, dit is voor de opname. Oh. Focus. Dan moeten we er overnieuw ja. Zweertje. John, je moet gewoon even met me eens zijn. Ja, maar. Maar je moet gewoon even met me eens zijn. Oké. Okay. Want dan hebben we. Dit is pure damage control voor onze image, zeg maar. Ik bedoel, ik heb al genoeg gezeik aan mijn kop en dat soort dingen. Oh. Dus ja. Even bij de les blijven. Anders zoek ik wel een andere. Ja, nee, oké. Ja? Ja. Oké. John. Hey, Felix. Wat er nou gebeurde, echt, ik word er niet goed van. Ik word er niet goed van. Wat? Goed, de hele dag krijgen we haat over ons heen en zo en dat soort dingen. Constant kritieken, als we ook maar iets verkeerd doen, mensen die zitten er vol op. Het is niet één persoon die kritiek heeft, het zijn direct honderdduizenden. Nou, oké. We geven geld aan goede doelen, we helpen mensen die het niet zo breed hebben, we bezoeken fans en dergelijke, we doen heel veel goede dingen. We hoeven maar één dingetje te doen. Vandaag ook, al dat haat die we krijgen, al die verschrikkelijke mensen die alleen maar lopen te zeiken. Het wordt mij een beetje te veel en ik geef een corrigerende tik aan Valentina. Wat maakt het nou uit? Dat kan toch een keer gebeuren, toch? Soms schiet je op de slot. Ja, maar dat bedoel ik. Dus het is een beetje van mensen die moeten weer zeuren. Ik weet het allemaal ook niet meer. Het wordt me allemaal zo te veel. En mijn kinderen worden gewoon slachtoffer van die haters. Want het beïnvloedt mij. En ik gaf haar een tikje. Had ik ook niet moeten doen. Maar ja, goed, weet je wat. Aan de andere kant, ze moet natuurlijk ook niet. Soms staat ze voor de camera. Het wordt dan een beetje te veel voor mij. Dus ja, goed. Nou ja. Staat het erop? Ja. Godverdorie. Jongen. Echt waar, deze damage control, ik word er echt helemaal stront. Ik word er helemaal strontziek van. Het schiet niet op zo. Echt waar. Maar goed, staat het tenminste op? Ja. Oh, ja. Jongens, echt waar. Het is een corrigerende tik hoort erbij. Zij moet gewoon niet onderbreken. Dat is wat zij doet. Als ze aan het filmen zijn, dan moet ze gewoon ophouden met het gezeik van haar. Valentina. We willen eventjes een filmpje maken. Dit is onze inkomen. Wij betalen voor een toekomst en dat soort dingen. Dan gaat ze aan onze kop zeiken. Oh, sorry hoor. Een corrigerende tik, dat hoort er toch wel een klein beetje bij.
En trouwens, by the way, Ashley die begon ook wel weer een beetje te flippen. Ik denk bij mezelf van, weet je wat, kom op, we moeten nog ergens wat geld vandaan halen, want we hebben gewoon schulden en zo. Ja. Het schiet op, oh, dat is echt helemaal, ik word er helemaal niet goed van. Ja. Oh, die schulden, mensen die suiken, ja, je kunt niet veel mensen voor de gek blijven houden, maar we moeten het nog zo lang mogelijk volhouden, echt waar. Ik denk dat deze huwelijk ook geen, weet je, het is een beetje onze image, hè? Onze brand is het. Dus ja, fuck it, laten we gewoon de huwelijk een beetje hoog houden. Ik ga vanavond naar een van mijn vriendinnetjes toe, dan weet je dat tenminste zorg dat deze op het internet komt en haal de kinks uit de kabel eruit, hè? Oh, ja, tuurlijk. Ga de volgende keer niet zo tegen mij in. Ja, nou maar, nou goed. Ja? Of wat is er? Je vindt niet oké wat ik gedaan heb? Nou ja, goed. Ik wil vooral mijn geld behouden natuurlijk, mijn baan. Dus kijk, als jij vindt dat het kan, dan weet je... Laat maar. Ik hoef je mening niet, doe gewoon je werk. Ja? Oké. Filmt u nu? Ja. Oké. Hey, Sean. Hey. Nou, wat er deze keer gebeurde, echt waar, ik filmde. We gingen een... Oké, overnieuw. Echt waar, ik ben een beetje die damage control ben ik ook helemaal zat. Want wat gebeurde er nou toch ook weer? Een van onze kinderen is weggehaald en mensen willen weten wat er is gebeurd. Dat is ook iets, weet ik veel wat, er is altijd wel wat te zeiken. Snap eens niet wie ik ben? Nou, ben je klaar voor? Ja. Niet op, huppakee. Ja. Ik heb een telegram. Ja. Hey John. Hey Freddy. Weet je wat er nou is gebeurd? Mensen die moeten weer zeiken aan mijn kop over, het zijn weer die haters. Die zitten weer aan mijn kop te zeiken over, wat was het nou, dat dingetje toch ook alweer, ik ben het kwijt, een van mijn kinderen is bij me weggehaald, Valentina die woont gelukkig nog bij mij, maar andere is weggehaald, van Ashley. Kom op zeg, je weet de naam van je kinderen toch wel. Ja, dinges, en hoe heet dat, die een van die twee is bij me weggehaald, nou krijg je natuurlijk weer gezeik, dat explodeert dan weer op het internet en dat soort dingen, dus ik... Dus ik denk bij mezelf van, nou die haters hebben weer wat te zeiken, want ze snappen blijkbaar niet wie ik ben. Wij zijn de grootste familievloggers van de wereld bijna. Maar Freddy, als je kinderen bij je wordt weggehaald, dan... Ja, dat is toch verschrikkelijk is dat toch? Zijn het dan haters of is er dan zeg maar toch misschien wel een beetje iets aan de hand of zo? John, je moet het met me eens zijn. Dit is eventjes damage control, idio. Snap je dat? Ja, hoe vaak moet ik het hoe vaak moet ik het nog aan je uitleggen? Alsjeblieft, werk even mee. Ik word helemaal strontziek van jou en van die mensen op het internet. Waarom doen we dit nog? Heb je niet de vele deuren gezien op de bank? Ja, kan je je baan toch houden? Ja. Ja? Oké. Dan doen we het even over. Oké. Ik werk me van die pakking aan de deur hier. Ik ben de enige professional hier zo. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Hey John. Hey Freddy. Weet je wat er nou eens is gebeurd? Mensen kunnen gewoon niet ophouden met haten, hè? Op mij. Ik ben Freddy van Freddy's familie, weet je wel. Ik ben een van de grootste vloggers van Nederland. En mensen die op een of andere manier is dat vaak ook dan een teken voor mensen om op je te haten. Want wat is er nou deze keer gebeurd? Een van mijn kinderen is bij me weggehaald. Dus niet Valentina, maar die andere. Ik weet het allemaal niet. Die is er bij me weggehaald. En nou zeggen mensen van, dat is omdat je een slechte vader bent en dat soort dingen. Haters, weet je wel, die ons kapot willen maken en dat soort dingen. Nou, sorry hoor, dat ik af en toe een beetje geïrriteerd doe naar mijn kinderen. En dat mijn kinderen niet altijd, dat ik niet altijd tijd heb om de juiste opvoeding te geven aan kinderen. En ik zal je nog eens wat zeggen, Ashley zit ook aan mijn kop te zeiken. Vanwege mijn trouwerij. En... Dat, weet je wat, en dan gaan mensen ook weer over zeiken van, oh je behandelt haar slecht. Nou, ik zou je wat zeggen, nee, want elke trouwerij heeft wel eens mindere periodes. Ja, dus ja? Oké. Tjongejonge. Staat het erop? Ja. Godverdorie, echt waar. Tjongejonge, echt, ik ben...
Ik ben er echt. Ja, maar... Kom er helemaal klaar mee! Ja, maar... Godverdomme! Kom op, Ferry, van. Echt waar, ja, snappen ze niet wie ik ben? Ja, maar dit gaat toch zo niet meer? Wat? Ja. Je hebt toch allemaal dat gezeik, dat komt toch wel ergens vandaan? En dat gezeik, dat komt van die haters vandaan. Van die mensen die goed weten van, het is moreel niet... Kijk, ik heb heel veel stress aan mijn kop. Ik heb een van de grootste kanalen van de wereld, zeg maar. Nou, deze trouwerij is toch al een hoax eigenlijk. Ja. Deze trouwerij is toch al niet meer staan. Het is gewoon een brand, een image die je dan houdt. Omdat je van die sukkels hebt, die gewoon denken van, nou, ze snappen er helemaal niks van. Het is gewoon een fucking keiharde business. En als mensen dat niet snappen, dan moeten ze me ook niet gaan kijken. Dan moeten ze ophouden met zeiken en wij kunnen gewoon ons ding doen. Nou, ja, zo gaat dat nu. Ik kan er ook niks aan doen. Zo is het keiharde wereldje. Nou, verder nog wat. Staat erop. Doe even je werk. Want, hoe weet je ook alweer? Ik ga maar. Werk ze, yo. Ja. Ja, John. Ah, weet je wat, laat maar. Ik doe deze demo video wel niet. Jongen, echt waar. Mensen willen ook. Mensen willen mij kapot maken. Mensen die willen gewoon mijn trappen nu ik aan de grond zit. Vinden ze het allemaal leuk om mij helemaal kapot te willen maken. Elke vorm. Hé, slimmer geen. Willen ze jou kapot maken? Of? Elke vorm van kritiek, hè? Ze willen mij gewoon helemaal aan de grond genageld zien. Zo, ik word helemaal gek van. Ik ben mijn huis kwijt. Ik ben mijn vrouw ook nog kwijt. Het huwelijk was wat al die voorstelde. Dat is nu helemaal afgelopen. Ik zit er midden in de scheiding. Mijn kinderen zijn banden weggehaald. Die zal ik voor de rest van mijn leven niet meer zien. Waarschijnlijk. Ik zweer het je. En nog gaan ze door. Ik ben alles kwijt. Ik heb een rechtszaak waar ik straks naartoe moet. En ik sta straks op straat. Morgen misschien al wel. Ik ben alles kwijt. Ja, ik heb niks meer, dus deze damage control video's hebben ook nog geen zin. Mensen willen gewoon iemand kapot maken die gewoon beter dan hem is. Die gewoon de grootste kanaal op YouTube op heel de wereld hebt. En ja, is dat zo? Ben je de grootste kanaal? Ga je ook nog tegen me in? Nou ja, goed, kom maar, weet je dat? Kom maar, zeg maar alles wat je dwars zit. Kom maar. Ja, oh. Kom er ook nog alles wat me dwars zit. Nou, dan heb ik nog wel even nodig, oké? Okay? Dus beginnen met al die woede-uitbarstingen. Kan me niet met dat gezeur. Weet je wat? Donder nog een lekker op. Ja, weet je wat? Dat doe ik dan maar gewoon. Opflikkeren. Nee, me, hé. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Opgedonderd. Ik kan het zelf wel. Ik heb jou toch niet nodig. Zet ik kutting uit. Beste kijkers.